Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. We hebben de tip gekregen dat bij dit tuincentrum in Zoetermeer vuurwerk ligt. Volle schappen, veel nieuw vuurwerk, dus we gaan zo meteen gelijk even kijken. Ze hebben ook een lekkere oliebollenkraam daar, filmen we dit. Het is net oud en nieuw, dus wij gaan zo meteen even naar binnen om te kijken wat ze nou precies hebben. We weten dat het categorie 1 vuurwerk ook dit jaar weer heel erg populair gaat zijn. Dus daarom moeten we snel voor jullie laten zien waar het de moeite waard is. Eerst laat ik jullie even wat anders zien, jongens, want we hebben weer een pakketje binnengekregen van Your Pyro. Allereerst zien we daar een mooie sticker met de kortingscode erop. Pyroteam Delft 2022-2. Krijgen jullie 15% korting. En wij hebben dus een aantal hele leuke producten gekregen. Onder deze. Kijk hoe krachtige vlam hier vanaf komt. Dat is echt mooie dingen. Deze hebben we. Die blauwe. Die heb ik ook al een paar keer gehad. Dan hebben we deze grote. Die hadden we laatst ook al. Dat zijn mooie aanstekers ook. Dus je gas erbij, dus dan kan je gewoon aan de onderkant vullen. Wat is dit dan? Ben ik ook wel benieuwd naar. De Eurojet. Wat is dit dan? Oh joh. Ja, deze is ook dik hoor. Moet je kijken hoe groot deze is. De Champ High. Dit is echt een topper. Geeft ook een hele grote vlam af. En die kan je ook aan laten houden, zodat je gewoon kan door blijven stoken. Nu gaan we even richting de winkel. Kijken wat ze daar hebben. En dan inkopen doen. Volle schap met vuurwerk. En nou weet ik uit betrouwbare bronnen dat ze hier ook nieuw vuurwerk hebben van dit jaar. En dat het hier vorig jaar ook keihard ging. We waren hier ook vorig jaar, toch? Ja. Het is op dit moment dus in Zoetermeer. Laten we maar even kijken wat ze precies hebben. Mooi. Nou hoor. Die kennen we ook. Van waar ook alweer? Lekker niet te raten. Top 1 toys. Kan wel, ja. Is ook lachen. Hé, hey, wat zit hierin dan? De prijzen hier variëren wel heel erg. Kijken we hier eventjes, 19 euro voor een pak, 20 euro. Dit pakket bijvoorbeeld 39. Dus dan kom je echt al bij prijzen waar je eigenlijk gewoon vuurpijlen in verwacht. Uh-huh. Deze, 70 euro. Zullen we die meenemen? Volgens, ik heb gehoord dat er een bankstel in zit. Hey, dit lijkt wel een beetje op die van de Aldi van gast. Ja hoor. Het moet Leslie zijn ook. Ja man. Zo grappig hè. Maar wel 30 euro. En die zouden dus bij de Aldi ongeveer normaal gesproken eurotje of 10 15, zijn? Ja, 15, ja, de helft. Max. Ja, het is nog maar de vraag natuurlijk hoe duur het gaat zijn dit jaar in de winkels. Hey, jongens, zoals jullie zien, we gaan wat leuke dingen kopen en voor jullie afsteken. We zijn dus bij dit tuincentrum in Zoetermeer. Zoals jullie zien, volle schappen. Deze kant, achterkant ook. Dus we gaan het kopen en naar locatie om te laten zien of het de moeite waard is. Ja, jongens, dit is alles wat we gekocht hebben bij de Driesprong. Jullie hebben het een beetje kunnen zien. Maar ik wil jullie gewoon even laten zien of het de moeite waard is bij dit tuincentrum. Dit is alles. Laten we maar met iets beginnen, zoals jullie net hebben kunnen zien, met de aansteker van Your Pyro. Shishinks. Shishinks, daar ging mijn eerste stukje aandacht gelijk naartoe. Deze proberen we. Lijkt wel op een nitraatje. Ja, daarom gaan we hem ook even afvuren. Hoe zijn ze? Knallen. Huh? Ze knallen. Wat was dat dan gek? Zo. Nee. Dat was echt raar dat hij weigerde. Oké, nou dat valt wel tegen op zich, hè? Ja. Ja, om het even een betere verdeling te geven, denk ik dat we dit over kunnen gaan naar de Happiness. Deze lijken inderdaad op hoe we ze kennen. Kijk maar. De Happinessjes. Was ziek, hè? Gewerkt. Voetje. Ja, officieel hoort daar natuurlijk zo'n plastic voetje onder, maar dat mag natuurlijk niet meer. Happiness, jongens. Hij mist toch die geel, hè? Of hebben we het te vroeg voor jou? Blijven we nog even bij de Happiness, jongens. Want ik vind ze inderdaad niet zo heel erg denderend. Alleen, ik had wel verwacht dat deze van Leslie wel veel beter zouden zijn als van Weco. Maar, ja, maar dat was niet. Toch niet het geval. Dus zetten we ze gewoon allemaal even naast elkaar. Ik vind wel mooie designs, jij? Mooi. Alle drie. Triootje. Zo. Ja, ze zijn wel grappig. Ze zijn wel grappig. Met knettertjes eraf. Het volgende wat we hebben, de Pyro Piet, zijn deze.
Dit is dus de Crackling Cracker. En dit was de, hoe heet deze? De treertjes. Ja. En ik dacht echt oprecht dat het een mooie dopje zou hebben. Maar niet het geval. Hé, hey, die zijn goed. Fantastisch. Ja hoor, ja, zeker. Hoor. Waren dat de machinegunnetjes? Ja. Ja, het is allemaal een beetje hetzelfde. Hey. Alles tegelijk te doen. Visie wel, hè? Machine gunnetjes. Zo. De Vesuvius Fountains. Wat zijn dat eigenlijk voor rare koolconics? Ja, zo. Is meer lucht. Ja, er zit inderdaad meer lucht in dan dat er wat voorstelt. Geen knetten, joh. Nee, hè? Ja, die stellen echt heel erg teleur. Dat had ik niet verwacht. Deze dus echt laten liggen, jongens. Als je van spektakel houdt, in ieder geval moet je deze laten liggen. Zijn van Broekhoff. Ja, het is mooi. Maar wij houden van geknetter. Dan hebben we deze nog, hoe heette ze? Happiness. Echt, oh ja, die andere hadden we ook nog, die happiness inderdaad. Aansteken dat dit. Kijk of deze dus anders is dan die van Leslie. Wat is hiervan? Weko zeker, of Broekhoff. Broekhoff. Hé, hey, dat is hem. Die is beter. Van Broekhoff dus. Maar deze van Broekhoff, die is dus wel met geel en knetter. En zo hoort een happiness te zijn, vind ik. Zeker. Happiness van Broekhoff. Zo, echt goed zijn die, man. Snel hoor. Schelle geel. Ja, dan wordt het tijd voor deze heksenkring. Zo. Plastic met plastic, hè? Het volgende wat we laten zien is dit pakket. De Thunder Club M van Partyland. Als het goed is, had jij vorige keer gelijk. Van Appie. Deze hadden ze ook bij de Albert Heijn inderdaad. Als het goed is. Die moeten we echt even stoken, die. Die waren inderdaad echt heel goed. Zeg mijn gevoel ook hoor, dat deze het waren. Zet ze neer dan. Ja. Doen we allebei twee. Ja. Ja, jij moet ze dan zo doen. Zo. Kan je? Yes. Ben benieuwd. Same. Niet dus, hè? Dachten dus dat dat pakketje was van de Albert Heijn, die ook heel erg knetterde, die kleine dingetjes van vorig jaar. Maar dat zijn deze dus niet. Is dat dan? Ja, dat is de knetter dus. Het zijn een beetje rare dingen. Boiling Waters. Dan hebben we deze nog, de Fire Eyes. Zijn een soort ufo'tjes. Moet je gewoon wegbranden. En ook van Broekhoff. Futsuka. Die blijft wel ronddraaien. Wauw. Het stelt allemaal niet heel veel voor natuurlijk. Nee, helemaal niks. Ik had gehoopt, jongens, dat van dit tuincentrum er wel één product bij zou zitten waarvan ik zou zeggen, hé, hey, dat is echt leuk. Voor kat 1 dan. Ja, die machine gun dingen, maar... Machine gun is misschien wel de moeite waard. Alleen prijsvouwen, wat waren we nou kwijt? We hadden de bom hier. 40 euro zo, 30? 40 euro waren we kwijt voor dit vuurwerk. Dus dan is het zeker niet de moeite waard. Nee. En dat doen we dus echt puur voor jullie. Om ja, erachter te komen van wat is de moeite waard. Waar kunnen jullie je geld aan spenden? Mocht je kat 1 willen halen. Komt hoor. Dat is dan wel goed, hè? De knekkentrekker. Deze hebben we ook nog in dat pakket. Oh, huh? De Gold lijkt een beetje op een Crazy Robot. Formaat dan. Zo. Laten we hopen dat die knalt. Zal weer een denk je niet, man. Happiness zijn.
Netta. Hoppa, Romeinse kaars. Zo. Berend, wij gaan ons vuurgootje weg. We hadden gehoopt dat het vuurwerk bij dit tuincentrum dus echt de moeite waard zou zijn. Als ik jullie een tip mag geven, ga nog steeds op zoek naar leuk vuurwerk op Kat 1 gebied. Er zijn echt wel producten die de moeite waard zijn voor Kat 1. Natuurlijk is het geen Kat 2 of Kat 3. Alleen zijn er wel echt leuke producten bij. Mochten jullie tips hebben, laat het achter in deze reacties, jongens. Volgende week gewoon weer een video. Binnenkort gaan we namelijk weer een trip maken. Met vlinders, nitraat en alles erop en eraan. En dan zie ik jullie weer volgende week bij een nieuwe video. Later.